Ja, je zou het bijna vergeten, maar Prinsjesdag gaat eigenlijk over politiek. Het markeert de start van het nieuwe parlementaire jaar. En de minister van Financiën presenteert vandaag zijn begroting. Politiek verslaggever Lot van Bree, wat zijn de belangrijke gevolgen van die begroting voor onze regio? Er was natuurlijk veel slecht nieuws, maar er was ook een lichtpuntje voor de vele ambtenaren die in onze regio wonen en werken. De nullijn voor hun gaat eraf. En dat betekent dat de salarissen van de ambtenaren weer ietsje zullen gaan stijgen, zodat zij dus ook ietsjes meer kunnen gaan uitgeven. Sinds 2010 waren die salarissen bevroren en nou, daar komt dus wat lucht in. Verder komt er geld vrij voor een verbindingsweg tussen de A13 en de A16. En nou ja, toch wel de belangrijkste inwoner van onze regio, koning Willem-Alexander, die moet het met ietsje minder doen. Koningin Beatrix die kreeg nog een toelage van 825.000 euro. Nou, Willem-Alexander die krijgt nog maar 817.000 euro. Ja, en Lot, zijn er vandaag al veel reacties op de begroting? De troonrede die is vanmiddag bekeken door de burgemeesters en wethouders van Den Haag, Amsterdam, Rotterdam en Utrecht. De G4, de grote steden. En ja, de bestuurders die maken zich zorgen over de bezuinigingen. Bijvoorbeeld op de thuiszorg. Volgend jaar gaan die bezuinigingen nog niet in, maar het jaar daarna, 2015, dan wordt er echt fors gesneden door het Rijk op de thuiszorg. En er was ook een oproep richting het kabinet tot meer daadkracht. Ik vind dat we het in de G4 en in Den Haag in het bijzonder wat dat betreft zeg maar ronduit beter doen. Want wij hebben een perspectief waar we naartoe gaan als stad. Waarbij we niet alleen bezuinigen, maar ook heel duidelijk investeren in de toekomst. En die investeringen, ja, daar kun je natuurlijk allerlei opvattingen over hebben. Maar dat betekent wel dat je ergens mee bezig bent. Dat je als het ware een punt op de horizon hebt waar je naartoe werkt. En dat is de discussie op het Binnenhof gaat wel heel erg veel over alleen de bezuiniging. En heel weinig over... Maar waar willen we eigenlijk naartoe? Als we kijken naar de ouderenzorg, wat ik tot nu toe gehoord heb, wat er natuurlijk aan zit te komen, zijn het forse bezuinigingen. Daar maak ik me zorgen over. Want als je mensen zo lang mogelijk thuis wil laten wonen en je gaat vervolgens bezuinigen op de punten die ervoor zorgen dat mensen thuis kunnen wonen, zoals de huishoudelijke hulp, zoals de persoonlijke verzorging, de dagbesteding. Ja, dat betekent dus dat heel veel mensen op een andere manier dat moeten doen. Er zal nog veel gepraat worden, veel gedebatteerd worden over de begroting. Te beginnen morgenochtend. Werkgeversorganisatie VNO-NCW die heeft een miljoenenontbijt georganiseerd, zoals elk jaar. En wij zijn daar ook bij.